mensen van mijn kanaal. We gaan vandaag weer verder met Sleeping Dogs. Oh, wacht. Momentje, wacht even. Ik moet even mijn... Oh god, ik stoot bijna mijn drinkkom. Dan hadden we een groot probleem. Ik moet even mijn audio, die heb ik... Ik heb mijn audio niet goed gezet. Jeez. Als je even een momentje hebt. Kut, nou ook het nog steeds niet. Oké, jongens, ik faal, maar nu hoor ik iets. Oké, nu gaan we wel verder. Sorry, bus. Jeez. Oh, motor. What the f- what? Get over here now. What? What's going on, Winston? It's Benny, manager of Club Bam Bam, old friend of mine. Now he's working for Dog Eyes. Oh, that's a fist. That Tom Garton is getting back at us for taking his minibus route. Look, I'll go talk to Benny, make him see reason. Yeah. Yeah, wait, you go do that. Holy shit, man. Hij is echt fucked up. Lijkt net of hij cocaïne op heeft. Dit is van... Oh my god. Adrenaline. Oh ja, dit is mijn coole bus. Kijk, hij ziet er toch wel legit uit. Nu heeft echt niemand door. Nu passen wij in de menigte. Nou gaan wij even naar Club Bam Bam. Gaan we er even een... Oh, kut. Oh ja, we zijn nu op een undercover missie. Gaan we eens even... Ik was net gewoon makkelijk in die club. Ik... You gonna let me in? What do you think you're doing? Ik kom erin. I got a message from Dog Eyes. You want to tell him you sent me away? Dog Eyes? Oh, sorry, of course. Come on in, sir. Wow, dit was echt moeilijk. Ik heb geen wapen, wat denk jij? Ik ben Kung Fu Master. Jackie Chan is er niks bij. Oké, mag ik er nou... Laat me erin. Oké. Benny is in de VIP. Ok. Komt goed. Wij gaan wel eventjes de VIP uithangen. In deze vet coole Bounce Bounce Club. Hey gast. Hey buddy. VIP's only. Hey. What's going on in there? This is one of the best karaoke rooms in the city. Nobody gets in without a hostess or the boss's approval. I'm sure we can work something out. Okay. Work something out with the hostess. What? Fucking. Moet ik met van die bitches. Oké. Okay. Hey. Hey, what's your name? I'm Tiffany. Nice to meet you. I'm Wei. Wei Shen. Wei Shen. You're a karaoke hostess, right? Can you get me into the VIP room? Sure. Just come with me. Oh, dat ging makkelijk. You have a bit of an accent. Are you from around here? Yeah, soort van. But, you know, I was in the States for a long time. Oh, that's so cool. I always wanted to go. So, what's Benny like? Benny? You mean the manager? Oh, yeah. Yeah. Benny's nice enough. He always makes sure you get paid on time. That's good. So, who does he rely on for protection? Let's go sing. Okay. We gaan wel zingen, jeez. Come on. Sing me a song. Uh-oh. Fuck, gaan wij karaoke zingen, jongens? Oké. Okay. Jongens, ik ga helemaal speciaal voor jullie gaan we meezingen. We gaan het nummer I Fought The Law doen. Guitar Hero. Oh, fuck, wat is dit moeilijk. Oh, fuck. Oh jee, ik kan dit wel. Oh fuck. Oh my god. I've hurt my feel so bad. I guess my razors run. She's the best girl ever had. Ik kan voor geen meter zingen. Ik kan het score halen. Guitar Hero solo. Ik heb het wel echt de tijd van mijn leven, jongen. Als je zo de gameplay eens hebt zien, hè. Oh,
fuck, wat is dit moeilijk, jongens. Oh yeah. Boom. Wow, holy shit, man. 89 gaan scoren, dat is nice. Jongens. Ik denk... Wow, you're actually really good. Wat, je glitcht niet zo of zo. I like it down here, but back home, I'm used to a little more. You'd be the person I talked to about that, right? Can I get a VIP room? Yes, of course. It's much nicer up there. Go ahead to the lounge upstairs. I'll get the room set up. Oh my god, jij zingt zo vals. Ik kan dat veel beter. And boys just wanna have fun. Oh, boys just wanna have fun. Kom dan. Oh, we gaan, oké. Kom eraan. Bitch. Hey. Waarom ga je alvast rennen? Dat is niet aardig. Ik wou sociaal met jou meelopen, maar jij gaat allemaal rennen. Hey, waarom laat je mij achter? Oh, waar de fuck moeten wij heen, jongens? Oh ja. Hier stond trouwens een van die... Shin was volgens mij zijn naam. Die kung fu trainer. Die, zijn beeld stond hier. Hey. Hey, Benny! Yeah? Some guy here wants to talk to you. Hey, hey, what can I do for you? I have a message from an old friend, Winston Chu. Winston? Well, this isn't such a good idea. I think you should let you know that Dog Eyes isn't your problem anymore. If he gives you any trouble, you let Winston know, and I'll take care of it, personally. You heard that, man. Get the fuck out of here. Okay, jullie vragen erop. Het is hoofdslaatheid, door de tafel, op de tafel, mijn fatale. Oh, gaan we nou met 4 man? Oh god, waarom zijn al die mensen altijd zo? Jongens, kijk, let op. Oh. Hij gaat vliegen. Oh. Oh shit, gast. Oké, kan ik iemand ook over de rand gooien of zo? Wat? Oh. Ah, dat vind ik jammer. Ik had echt zo iemand graag over dat ding gegooid. Oh. Hey, nou dat. Oh, er waren nog meer. Oh, ik heb even... Oké, jij gaat... Je vraagt erom. Jij vraagt er gewoon echt om door het aquarium te gaan, jongen. Oh! Oh, shit! Oh, dat was leuk. Kun je dat nog een keer doen? Ja, dat kunnen we nog een keer doen. Kom, je gaat weer vliegen. Kom, gast. Doe nou niet zo moeilijk. En ga gewoon lekker een stukje vliegen. Hè. Oh, nee, een stukje... Zwemmen met de vissen. Benny, I know you're in there. Oh, gaat hij nou zo beginnen? Hey, waar is Benny? Oh, escape, driehoekje. Boom. Oh, wow. Oh, fucking shit. Zo, hop. Jij hebt ook nog een probleem? Echt niet! Fatalities! Oh, opstaan, dit is nog lang niet afgelopen. Het begint nu net pas. Oh, dat was een spannend muziekje. Oh, fucking, kom hier. Nee. Oh, dat was een bank. Oké. Oké. Dat... Oh yes, nu kunnen we zo even springen. Yeah!
Ik doe echt best wel tegen veel mensen in één keer vechten. Als je het zo bekijkt, hè. Wat? Nee! Oh, fuck. Ik ben dood. Restart voor checkpoint. Oké. Dit zijn best veel mannen. Oké, hier. 1, 2, op. Oké, dan doen we het zomaar, hè. Oké, iedereen vraagt er altijd weer om, hè. Oké, jij ook? Oké, toch niet, maar je snapt waar het heet. Oh. Oh shit, zijn hoofd wat echt. Oh, jij gaat weer voor een spannend muziekje. Oh, hé, dat was iedereen. Oké, let op, epische jump. Kijk, dit wordt echt zo'n Matrix scène. Oeh, ja! Dat mes moet uit jouw handen komen, gast. Oh shit, Oké, ander plan. We gaan even wat. Jongens. Ik heb geen plan. Dus het wordt gewoon weer. Oh, fuck. Dat mes. I must have it. Nee, wat? No! Oké, opnieuw. Ik zal deze missie halen. Oké. Oh, wow. Jij gaat gewoon zo eventjes in deze radio. Dan neem ik even je. Oh, dat was niet de bedoeling. Maar jij kan doen, je kan nog wel een stukje mee lopen. Ja, hij gaat zo eventjes. Wat? Oh shit! Trapte ik nou net zijn hele schedel in? Dat is awesome! Clumsiness. Hey! Oh shit! Ik wist niet dat ik kon tackelen. Dat is wel trouwens fucking awesome. Jongens, kom op. Fucking met 5 tegen 1. Jullie durven wel echt. Hebben wij hier niet iets van omgeving? Oké, dan zomaar. Dat mesdoetje is echt zo stront irritant, hè? Wat? Nee, nee! Nee! What the fuck, man! Oké, dit is echt een pittige missie, jongens. Wie weet komt er een fast forward. Oké, escape. Oké, dit is op zich niet de moeilijkste. Dat was ook niet de bedoeling, maar oké, we leven er maar even mee. Oké, jij gaat hier. Zo, jij gaat even weer door het aquarium. Dat blijft leuk om te doen, jongens. Oké, we gaan misschien vanaf deze kant eens proberen. Er zijn hier zeg goede 5. Zou nou eerst per 2 kunnen. Oh, hey. Oh, wat? Oh, shit. Hé, hoppa. Au. We gaan gewoon focussen op de driehoekje. En eerst hem.
Oké, pak dat mes, pak het mes. Chak, 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 it's chop. Hier, nou zijn ze niet meer zo stoer. Nee, nee. Oh, nou komt de spannende beat erbij. Ik ga ze los als hij wilde, maniak. Ik ram iedereen zijn schedel in. Zelfs die ouwe. Ik kom heen met de rock and roll, jongen man. Oké, gaan we het zo doen? Dan kan je het zo krijgen hoor. Waarom gaat hij er gewoon... Zo, hè? Wat? Nou, oké, Benny, het is over voor jou. Ik heb nou... Oh nee, niet nog meer, hè. Oké, dan maar in de wc-bak. Jij ook? Wat? Oh, fucking held. Nee, foei. Dat doet zeer. Oh, fuck. Oh, shit. Zo, hij moet echt weer. Nee. Ik wil niet knuffelen. Au, ik wou niet knuffelen. Waarom snapt hij gewoon niet dat ik niet wil knuffelen? God, waarom leer je het gewoon niet? Ik hoef niet te knuffelen. Zo, hè? Benny, klop, klop. Jij gaat er niet vandoor. Benny, als je nou gewoon had geluisterd. I'm gonna kill you. Okay. Just listen. Okay. What do you want? Just what I said. Winston wants to be your friend. And what about Dark Eyes? Not your problem. I hope you're right. For my sake. Can I go now? Of course you can, Benny. Super droog. Natuurlijk. Er is niks aan de hand. Waar heb je het over? Oh yeah, oh boom! Hey, level 3 zijn wij met Triad. En als politieagent zijn we nog steeds sukkels. Melee weapon resistance. Nee, we gaan gewoon eens deze doen. Strike bonus, ja. Oh hey, we kunnen melee trainen. Dat is wel vet. Sweep, kick, down, multiple. Oh, dat is wel vet. Oh my god. Ik wil... Oh, dat heb ik al. Oh, dat is wel... Nee, dat is wel vet. Ja. Ik heb toch een point? What the fuck? Lol, wat? Maar ik heb een point. Eén statue, two... Oh! Ah! Nee, ik snap hem. Ah! I get it. We moeten dat beeld eerst terugbrengen. Dat is eigenlijk wel logisch. Soort van. Het is een lange episode, wordt dit. You're late. Conroy's still watching me. He's got a real hard on. Is your cover compromised? Well, you haven't fished me out of the harbor yet. All right. How are you doing? How am I doing? Fuck, Raymond. Where do I start? There's a civil war brewing in the Sun on Yi. Winston and Dog Eyes escalated practically every day. Don't you read my fucking reports? I mean, you personally. How are you doing? Look, Raymond. I gotta get back. Your state of mind is important, Way. It's important to me. It's important to how you do your job. Fuck you. I do my job just fine. Well, that's for me to decide. You mean Pendrew. Pendrew assigned me as your controller. And listen, Way, Pendrew may not be concerned about you, but I am. I know you have a personal stake here, but this cannot be a vendetta. We're cops. There are rules. You're a cop. I'm an undercover cop. The rules are different. And you're fucking concerned about me? You are an officer of the law, Way. Same as me. Nope. We are not the same. You understand? We done? Yeah, we're done. Dit was spannend. Het was toch een lichtelijke spanning te snijden hier. Tussen deze twee mannen.
Ik heb alleen denk ik wel iets gemist. Maar nee, nee, we hebben niks gemist. Er gebeurde fucking niks. Oh, ik word hier wakker. Oké. Nou mensen, ik denk dat we hier naar een einde komen. Bedankt jullie voor het kijken. Doe een duimpje als je de aflevering leuk vond. Laat een leuke reactie achter. Als je nog niet geabonneerd, doe het even. Volg me ook op Twitter. En ik zie jullie.